Na de moord steelt Osman geld, goud en juwelen van zijn vrouw en stuurt het naar zijn kinderen. Dan zou hebzucht een motief zijn. Er wordt gezegd dat Gulesan uit Turkije kwam en met Osman trouwde. Onmiddellijk nadat ze haar verblijfsvergunning had, zou ze van hem hebben willen scheiden. Wat Osman waarschijnlijk ziet als bedrog. Of het is een verzonnen motief. Misschien wil Gulesan gewoon van haar man scheiden, wat Osman niet wil accepteren. Wat ons bij de eer brengt. Het stel ontmoette elkaar in Turkije rond 2019. Vermoedelijk hebben ze allebei kinderen uit eerdere relaties. Osman werkt voor Volkswagen in Hannover. Gulesan trekt bij hem in. Op 8 juni 2022 steekt hij haar dood met 18 mesteken. Daarna wordt hij dronken en belt de politie. Als de agenten voor de deur staan, gaat hij op ze af, vermoedelijk om zich te laten neerschieten. De politieman blijft ongedeerd. In december 2022 begint het proces bij de regionale rechtbank van Hannover. Een audiobestand van het misdrijf is gevonden op de mobiele telefoon van het slachtoffer. De aanval op de politieagent wordt ook berecht als poging tot moord. Bedankt voor het bekijken van deze video en het helpen opbouwen van een grote database met verhalen over eervraak. Abonneer je op ons kanaal onderzoek